van onze mooie wijk de Valuwe liggen prachtige sportvelden. En die worden natuurlijk heel intensief gebruikt, maar overdag zijn ze vaak leeg. En nu zijn er een paar mensen en die hebben een heel slim idee opgepakt. Want sportvelden en kinderen, dat gaat heel goed samen. Bij mij heb ik de heer Vert van Vliet. We zijn op de velden van Siol, hier aan de rand van de Valuwe. En jij bent een mooi nieuw bedrijf begonnen, begrijp ik. Ja, ik ben het bedrijf zelf niet begonnen, want Sportstuif bestaat al door Nederland. We hebben in totaal nu 33 vestigingen. De vestiging hier in Kuik is wel nieuw. Sinds november zijn wij geopend. En inderdaad, wij zorgen dat de sportvelden hier van Siol in de middag toch gebruikt worden door onze sportieve buitenschoolse opvang. Hier leuk activiteiten op het veld neer te zetten voor de kinderen. Aha, dus dat is het. Sportstuif. Het is een soort instuif met sport. Zo klinkt het. Ja. Maar het is dus een BSO. Juist. Het is een buitenschoolse opvang. Dus wij halen de kinderen ook echt op van school. Dan komen we hier, eten we lekker een stukje fruit met z'n allen. En vervolgens gaan we in de buitenlucht om een activiteit te doen. Altijd voorbereid. En ook proberen we zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden. Zodat de kinderen ook breed motorisch worden opgeleid, noemen ze dat dan. Dat ze van verschillende sporten kennis maken. En dat ze daarvan ook verschillende bewegingen meekrijgen. Die ze dan weer in hun motoriek in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Maar ook bij de sport waar ze zelf op zitten. Aha, dus het heeft niet specifiek iets met voetbal te maken, wat misschien gedacht wordt omdat we op de Siolvelden zijn. Ja, het heeft inderdaad niks met voetbal te maken. Natuurlijk wordt er hier wel gevoetbald en er zijn ook kinderen die dol zijn op voetbal. Dus in de vrije speelmomenten hebben ze daar echt wel tijd voor. Maar met de activiteiten zelf proberen we ook andere dingen te doen dan voetbal. Ook juist om kinderen te prikkelen om andere bewegingen, andere sporten aan te leren. Dus we hebben wel vaak het imago van we doen voetbal, we zitten bij een voetbalvereniging. Maar er zijn ook genoeg kansen om andere sporten hier te beoefenen. Jullie zijn ook werkelijk gespecialiseerd in de kinderopvang? Ja, zeker. Wij hebben in onze buitenschoolse opvang hebben wij een mix zitten van sport en pedagogiek. Dus de mensen binnen ons bedrijf zijn ook opgeleid om natuurlijk met kinderen om te kunnen gaan, pedagogisch. Maar ook, zoals ik zelf, een sportachtergrond om ook de activiteiten te kunnen geven. En ook gewoon om de kinderen te stimuleren om bewegelijk bezig te zijn. We zijn inderdaad een officiële buitenschoolse opvang en we zitten dus gevestigd in de voetbalkantine. Ja. En zijn jullie gewoon dagelijks geopend? Ja, wij zijn dagelijks open op de schooldagen dan. In het weekend zijn we niet geopend. Maar we hebben ook opvang tijdens studiedagen. Dan kunnen de kinderen de hele dag zijn van 7:30 's ochtends tot 6:30 's avonds. En ook in de vakantie bieden wij gewoon de hele dag opvang. Ja. Van maandag tot en met vrijdag. Maar ik neem aan dat jullie niet dan de hele dag alleen maar op de sportvelden te vinden zijn. Of wel, jullie doen ook gewone andere dingen. Tuurlijk, we doen ook gewoon normaal andere dingen. Kinderen kunnen ook gewoon lekker creatief bezig zijn door te gaan knutselen of even een boekje te lezen. Er is genoeg ruimte in de vrije speelmomenten om gewoon voor de kinderen om zichzelf iets voor zichzelf te doen. Alleen hebben we dagelijks gewoon één beweegmoment van 3 kwartier tot een uurtje. En dat is op de sportvelden hier buiten. En daarin, daar verwacht ik wel dat de kinderen gewoon leuk meedoen met ons. Maar voor de rest hebben ze genoeg vrije tijd om voor zichzelf bezig te zijn. Ja, jullie zijn hier met z'n tweeën aanwezig, Sam en jij. Ja. Zijn jullie altijd hier of zijn er ook andere medewerkers? Nee, wij zijn eigenlijk altijd hier. We werken ook met een vast team bij Sportstuif. Ook bekende gezichten op de groep. Dat is natuurlijk voor de kinderen fijn, maar ook voor de ouders. Zodat ze gewoon vaste aanspreekpunten hebben. En dat is ook iets waar wij als Sportstuif echt voor staan. Een vast team. Als er nieuwe medewerkers komen, tuurlijk moeten die ook wennen aan de kinderen. Maar uiteindelijk blijven die dan wel bij ons op locatie werken. Nu hebben jullie 10 kinderen hier, maar er is dus nog wel plek voor meer, begrijp ik. Zeker. We zijn op elke dag, zoals ik zei, open. Maandag tot en met vrijdag. En ook maandag tot en met vrijdag hebben we gewoon plek. We zijn pas sinds november open. Dus we zijn nu echt de opstart aan het maken en langzaam aan het groeien. Ja. Als mensen denken van, dit lijkt me nou echt leuk voor mijn kind. Kunnen ze een keer komen kijken of waar kunnen ze meer informatie vinden? Zeker, ze kunnen gewoon contact met mij opnemen. Ze hebben ook recht op 2 gratis proefdagen om voor de kinderen te kijken of ze het ook echt leuk vinden. En ook natuurlijk voor de ouders of ze het ook fijn vinden dat hun kinderen bij ons op de BSO zitten. Als jullie een kijkje willen nemen, je bent altijd welkom. Kom gewoon lekker langs, geef me een belletje en we kunnen een proefdag inplannen.
Ja. En is het alleen voor kinderen uit Kuik of ook directe omgeving? De opvang is wel alleen voor kinderen uit Kuik, omdat wij de kinderen van de basisscholen ophalen. En dat is dus in Kuik. Maar wij organiseren ook regelmatig woensdagmiddagactiviteiten. En dat is eigenlijk voor alle basisschoolkinderen in Kuik. Maar daar zouden ook eventueel van de kerkdorpen zou daar kinderen naartoe mogen komen. Dus ook altijd gratis aan deel te nemen. Is gewoon een uurtje in de buitenlucht. En daar kan gewoon iedereen aan meedoen. Hoef je niet voor bij ons op de BSO te zitten. Oké, alles is terug te vinden op jullie website. Zeker. En die luidt www.sportstuif.nl/kuik. Dankjewel. Jullie bedankt.